Hallo allemaal, welkom terug of welkom op mijn kanaal. Zoals je ziet, ik zit er lekker chill bij. Het is een chill dag, oftewel perfect om make-up te gaan testen. Yay! Ik had een aantal nieuwe dingen gekocht in Duitsland, die hadden jullie gezien. Onder andere de liquid highlighter van Essence, een Maybelline nieuwe mascara en een lipstiftje van Catrice. Ik heb nog een aantal nieuwe dingen, dus ik dacht, hey, goeiedag om een full look te maken met nieuwe make-up. Zoals jullie zien, ik heb een naakt gezicht, want ik ga een nieuwe foundation testen en een beetje wow, ik ga mezelf proberen wat op te frissen, op te fluffen, een beetje lentige look te maken. Ik heb ook nieuwe producten van W7, want die waren toevallig online bij Boozy Shop in de aanbieding, 25% korting. En ik vond die de vorige keer echt wel heel fijn van normaal, die winkel. Dus ik dacht, ik ga nog eens wat proberen. Misschien een beetje saai weer van het merk, maar ik was gewoon heel benieuwd. Want ik zie één oogschaduwpalet van een heel vaak langskomen. Of dat nou wel is of niet. Maar goed, eerst even mijn haar naar achter. Eerst even foundation testen. Kijk, daar zijn we dan. Het schone canvas. Ik heb namelijk deze gekocht, de Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation. Ik heb hem voor 7 euro in de aanbieding gekocht, maar je hebt hem ook, hij ligt gewoon bij de drogisten. En ik zag dat hij op zijn duurste volgens mij 12,99 was, dat hij heel vaak overal in de aanbieding was. Dus ja, je kan hem denk ik voor onder de 10 euro sowieso wel krijgen. Hij is voor de normaal tot oily. Maar hij belooft dat hij je poriën wegwerkt en ik heb hier zo... wel redelijk wat poriën. Daar kan ik wel wat mattificering en mooi maken gebruiken. En dat belooft hij te doen. Hij belooft dat hij een natuurlijk en seamless resultaat geeft. Dus ik ben heel erg benieuwd. Klonk goed, maar we gaan het uitvinden. En ik heb hem in de kleur 105. Ik ga met de spons aanbrengen. Op een of andere manier denk ik, dit is best wel een klassieke foundation, dat dat het mooist gaat werken. Hij is nog nieuw. ook altijd fijn. We gaan eens even kijken. Ik weet niet of die full coverage is. Hij belooft een natuurlijk resultaat. We gaan het meemaken. Hier heb ik al wat rood. Het zou leuk zijn als dat weggewerkt wordt. Het ziet er wel vrij licht uit. De kleur. Hij blendt wel lekker. En hij is niet super full coverage. Ik zou zeggen dat dit een licht tot medium coverage is. Er staat er ook niet op welke coverage, maar op een of andere manier had ik verwacht dat die wat dekkender zou zijn. Is niet erg, want ik hou, zoals je weet wel, van als je gewoon nog je spruitjes er doorheen ziet. Dit is een heel veel verkochte foundation. En we gaan uitvinden of dat het waard is. Zo, ik denk wel dat de spons inderdaad het beste hiervoor is, als ik merk hoe goed die met een spons blendt. Ik denk dat die niet echt de structuur voor een borstel heeft, om eerlijk te zijn. Het rood is niet helemaal weg. Zo, ik heb het idee dat de kleur redelijk licht voor mij is. Misschien zie ik hem daar op camera bij het monteren en denk ik, het valt wel mee, maar soms zie je hem in het echt denk je, maar. En dan zie je het op de camera en denk je, oh. Maar ik heb het idee dat het wel een redelijke kleur met is. Hij oogt redelijk licht wel, maar we gaan echt ook bronzen, dus het komt helemaal goed. Hij is inderdaad echt natuurlijk. Het is niet eens een medium coverage, het is echt wel een lage coverage foundation, maar wel heel mooi, heel natuurlijk. Hij is inderdaad heel, of redelijk mat inderdaad, niet, hij is niet super super mat, ik heb mattere gehad. hij oogt inderdaad vrij natuurlijk, maar dat betekent ook dat je toch wel een beetje nog meeglanst met het licht, vind ik mooi. Ja, eigenlijk wel oké. Ik snap wel waarom deze populair is. En dan ga ik deze Maybelline Superstay Concealer onder mijn ogen proberen. Ik heb deze gekocht omdat ik bij een YouTuber zag, die 40 is, ik 36, dat deze niet in je fijne lijntjes zou gaan zitten. Deze is een beetje self-setting en daardoor ja, goed geschikt voor als je lijntjes onder je ogen begint te krijgen. En dat begin ik. En soms met afpoederen wordt het, als je het helemaal strak afpoedert, wordt het zo'n... droge boel, wat ook niet echt helpt, want dan lijkt je ook niet echt jonger. Dus deze. En in één keer lijk ik jong en wakker en fris. En lijken mijn dikke wallen van net weg. Nou ja. Niet overdreven, maar it's not bad. Ja, ik vind het wel goed uitzien. Ik had hem al een keer eerder geprobeerd, dus
Maar nog niet echt goed met een foundation. Dus vandaar dat ik hem nu nog een keer probeerde. Om ook aan jullie te laten zien. En ook te vertellen, dit is dus eentje voor als je fijne lijntjes onder je ogen hebt. Dat deze zichzelf best wel goed zet. Dus dat je niet te veel poeder nodig hebt. En dus een redelijk naturel resultaat kan behouden. Ik ga hem nu afpoederen. En dan gebruik ik dan natuurlijk ook de Fit Me poeder voor. Zo toch in de lijn blijven. Oh nee, want de concealer was super steu. En niet Fit Me. Maar hey. Je weet wat ik bedoel. Ik ga dan onder mijn ogen afpoederen en de T-zone. Dat ziet er eigenlijk best wel mooi uit. Ik had die poeder nog niet eerder met een beauty blender opgewacht, maar dat doet hij ook goed. Voordeel is dat je dan een heel mooi licht laagje hebt, dat hij niet zo cakey wordt als het goed is. Probeer het zeker onder mijn ogen. Probeer ik het licht te houden en niet te veel product. Omdat ik dus die fijne lijntjes heb. En hoe meer product je gebruikt, hoe lelijker het wordt in mijn ervaring. Dus ik heb geprobeerd om dat niet te doen. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Ik vind het er goed uitzien. Ik vind het inderdaad heel natuurlijk. Een goede basis is het. Oké, dan gaan we de ogen doen. Zoals ik al zeg, ik had dit paletje van W7 gekocht. Het heet het Socialite paletje. En dit paletje zie ik echt heel vaak. Ik heb dit paletje ook wel eens gewoon random in drogisten zien liggen. Bij de normaal lag die. Bij deze online winkel lag die dus. En het is een beetje een peachy, roze, nude-ig paletje met heel veel roze. Vooral de glittertonen zijn heel roze. Krijg je ook nog eens zo'n fantastische make-up kwast bij. Ja, die ga ik niet gebruiken. Maar heel eerlijk, die voldoet niet aan mijn standaarden. Nee, die. Ik heb een W7 paletje, had er ook een kwast bij. Ik vond de kwast niet heel veel voorstaan, daar moet je hem niet voor kopen. Maar het palet zelf is best wel oké. Wat je ziet is dat je hier gewone shimmery kleuren of glitterkleuren hebt. Je hebt hier een wat minder glitterige kleur. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. En je hebt echt deze twee kleuren. Die vind ik natuurlijk super interessant. Waar wat grofs in zit. En eigenlijk wil ik een van die kleuren wel gaan gebruiken. Ik denk dat ik voor een nude-ig lookje ga. Want ik wil hem eigenlijk ophouden, het lookje. Mijn eerste indruk is ook wel dat deze kleuren best wel op elkaar lijken. Dat dan weer wel. Maar goed. En dit is een cream, zie ik nu. Heel even kijken wat dat dan doet. Het is een cream. Ik weet niet of dit een kleur moet zijn of dat dit een basis zou moeten zijn. Dit paletje moet volgens mij lijken op een van de eerste Huda paletjes. Het is een namaak. Ik weet alleen niet op welk Huda paletje. Als je hem blendt gaat hij helemaal weg. Ik weet niet zeker of dit een soort basis moet zijn. Maar ik denk niet dat ik die kleur heel vaak ga gebruiken. Ik weet niet of ik... Het spreekt me niet zo aan op een of andere manier. Maar dit is dus een cream. Even kijken, want ik weet toch eigenlijk al dat ik die niet echt ga gebruiken. Dus ik wil die even op mijn hand swatchen, want ik ben wel benieuwd wat die doen. Ze zien er namelijk echt zo super glitterig uit, maar hebben ze ook kwaliteit? Nee, dat is jammer. Kijk, ik probeer hier, dus hoor je het? Het is echt een... Je moet heel hard werken en dan komt er heel veel grof glitter vanaf. Ja. Ja, dit wordt echt wel een beetje een troepje als je het op je ogen gaat doen. Oh, dit is jammer, want dit betekent dat al die kleuren volgens mij... Oh nee, deze niet, want dit is echt wel een softe poeder gewoon. Dat die heel lastig zijn. Ik wilde die ook nog gebruiken. Oh. Oké, die middelste dan. Hetzelfde. Oh, nee, dit is echt niet... Dit is gewoon echt zo... dit is gewoon straight up glitter. Glitter. Voor mij even cool zijn. Glitter. Dit is gewoon echt een glitter. Ik weet ook niet of dit goed blijft zitten. Heb mijn twijfels over dit product... deze ga ik even bekijken, want die ziet er net iets anders uit ook weer. Oh, die voelt ook... Oh, die voelt ook heel anders. Dit is een crèmeige kleur. Dit ziet er mooi uit. Dit is een crème formule. Wauw. Dit is die crèmeige kleur en die doet echt iets heel anders. Dat is wel echt heel mooi. Hij is wel echt heel roestig, bruin, roze. Heel in je face. Maar die twee kleuren, daar kan ik dus niks mee. Ik ga toch ook nog even voor de vorm deze testen, omdat dit echt gewoon een satin oogschaduw lijkt. Ja, dat is het ook. Hij is ook heel boterig. Dit voelt wel goed. Ja, en dit doet ook meteen gewoon wat je wil. Kijk.
Die twee kleuren lijken wel heel erg op elkaar. Dat was tot nu toe mijn ding ook met paletje. Ik vind het wel dat alles heel erg op elkaar lijkt. En die twee kleuren lijken echt op elkaar. Ja, deze is iets intenser. Er zit iets meer glitter in. Maar qua kleur zijn ze eigenlijk hetzelfde. Oh nee, dit voelt eigenlijk ook wel goed. Kijk. Ook zacht. Oh, het is wel een beetje... Wel heel licht. Je ziet het denk ik bijna niet op camera. Maar dat voelt wel alsof je hem kan gebruiken. Thank God. Die glitterige kleuren die zijn voor speciale gelegenheden. Ik ben heel bang dat als je dat op je bewegend ooglid bijvoorbeeld doet en je gaat bewegen met je ogen wat je doet, dat die dan zo hier zo in gaan zitten. Ik ga eerst met die kleur onder mijn wenkbrauw en aan de binnenkant van mijn ogen wat een beetje op te lichten. Hebben de kleuren namen? Ja, maar die vergeet ik. Oh nee, ze hebben geen namen. Dit is kleur 1. Zo. Ik denk dat ik dan in deze kleur ga voor de crease. De kleur... Oh, het zijn wel, er staan gewoon namen bij. Het is de kleur Sophisticated. Er staan gewoon namen bij. Goedemorgen. Misschien moet je een extra koffie nemen vandaag. Hij is vrij rood. Dat, zo lijkt hij niet in het pannetje, in de pan, in het palet. Maar als je hem dus opsmeert, is hij echt wel vrij rodig. De kwaliteit is op zich wederom niet slecht. Hij geeft in één keer best wel veel kleur, best wel veel pigment. Voor de bingo mensen. Zoals ik gewend ben eigenlijk van W7, de matte oogschaduw zijn altijd echt super goed voor daggeld. Echt bizar goed. Dus deze ook. Gewoon mooi. Hè? 1 of 2 keer aanbrengen, lekker blenden. Zit er hartstikke mooi op dan. Dit palet was, volgens mij heb ik hem gekocht voor 8,50 of zo in de aanbieding. Zoiets. Dus dit palet was nog geen 10 euro. Heb je wel een heleboel glitter voor. En dan ga ik, want er zit eigenlijk maar 1 echt donkerdere kleur in, dat is deze. Die ga ik aan de buitenkant doen en dan een beetje in de crease en naar boven. Ik ben benieuwd, want ik ben een beetje bang dat je niet echt heel veel verschil gaat zien. Het is wel vrij poederig. Ja, je ziet wel verschil, maar niet zo heel veel. Dus het is wel echt een andere kleur, maar het zijn wel met dezelfde kleurfamilie, laat ik het zo zeggen. Ook deze kleur werkt dus super goed, maar je kijkt hoe makkelijk dat ging. Dat is het ook, hè. Sommige oogschaduws moet je heel hard werken. Voor deze oogschaduws hoef je eigenlijk niet zo heel hard te werken, gaat gewoon heel makkelijk. Als ik het kan, kan jullie het ook. Ik denk wel dat we die glitterkleurtjes met onze vingers moeten gaan doen. En jullie weten, daar hou ik niet zo van. Maar goed. Oké. Nou, en dan gaan we. Want ik wilde eigenlijk die dus aan de buitenkant doen. En dan een van deze twee of allebei aan de binnenkant. Maar ik weet dus niet of deze. Of dit ook zo'n griebus glitterkleur is. Ik ga even testen. En dit is de kleur Bowtown. Nee, dit is een. Dit is een boterige kleur. Hè, denk wat. Oh. Kunnen jullie dat zien? Dat is echt. Dit is echt een mooie metallic. Oké, dit had ik niet verwacht. Dit is echt wel beter dan ik had verwacht. Die glitterkleuren, heel eerlijk, daar ga ik niks mee doen. Maar deze kleuren zijn echt wel goed. Echt lekker metallic. Kijk nou hoe mooi. Ja, dit is echt wel heel goed. Ik heb duurdere oogschaduw gezien bij wie dit niet lukt. Het is ook omdat het echt een creamy oogschaduw is. Daardoor wordt hij en zo intens en zo mooi. En daardoor zit hij ook in één keer zo goed. Als je dit met een poeder doet, dan is het vaak minder. Maar dit is echt een creamy oogschaduw. Als je erin wrijft, voel je ook zo cremige textuur. Dus ja, dit is echt heel mooi. Is de look dan toch nog gered? Dan gaan we dus in met die kleur aan de binnenkant. En deze is dus ook een beetje creamy. Dit is echt een gouige kleur. Ik hoop dat die net zo fijn aanbrengt als die andere. Sorry als jullie de hond van de buren weer horen. Ik kan er niks aan doen. Die mensen laten het beest de hele dag buiten. Goeie kleur. Ook zo creamy. Het is wel, hij ziet er heel heftig uit in de pan met de... 3 verschillende kleuren, maar dat doet hij niet. Het is gewoon... maar dat doet hij niet. Hij is gewoon dit goudig. Waar niks mis mee is, maar...
Op je ogen is die niet zo spectaculair als dat hij eruit ziet. Ga ik nog met een stijf borsteltje kijken of ik toch nog een beetje ook op een kwastje kan krijgen en aan de binnenkant kan afwerken. Dat is vaak met zo'n formule dan wel weer lastig. En dat blijkt, want dat doet echt werkelijk helemaal niks. Ik hoopte eigenlijk dat er ook nog een kleur in zou zitten die ik boven mijn wimperlijn kon doen. Als een soort eyeliner van oogschaduw, maar heel eerlijk, daar zit er niet echt bij. Nou, dit is dan de look. Heel eerlijk, ik vind het best wel goed. Je kan niet heel het oogschaduwpalet gebruiken, maar de kleuren die je doet, doen het goed. Oh nee, dit is wel een beetje een teleurstelling, jongens. Ik zie nu al dat de concealer en foundation aan het creasen zijn. Dit is wel een beetje teleurstellend. Want ik had die concealer al een keer eerder gebruikt en toen ging het best wel goed. Dus misschien dat is dan die poeder, want toen had ik hem afgepoederd met een andere poeder en toen bleef hij best wel goed zitten. Dan gaan we bronzen en daarvoor heb ik dit W7 contour en brons paletje gekocht. Het lijkt op het NYX, het beroemde NYX contour en highlight paletje. Ik heb die ook ooit gehad, maar die heb ik uit elkaar gehaald. Dus ik kan die niet laten zien ter referentie. Maar daar lijkt die heel erg op. En het idee is dus dat je met deze kleurtjes kan contouren en bronzen. En hiermee eventueel ook nog onder je ogen beken en zo, hè. Want dit is bananenpoeder. En dit is een beetje een glitterige highlight poeder. Dit is dan een ja, gewone neutrale highlight poeder. Ik wilde dit graag proberen, want ik gebruik zoiets ook wel eens gewoon voor oogschaduw. Dus als het goed werkt, werkt het goed. En ik wil eigenlijk gewoon gaan bronzen. En ik ben een beetje in dubio over welke kleur ik dan ga gebruiken. Ik denk dat ik die ga gebruiken. Oeh, hij is wel heel poederig. Er komt wel meteen heel veel pigment vanaf. Dus mijn wang is nu een vlek. Kijk of dat een beetje wil uitblenden. Ik vind het een beetje een vlekkerig contour. / brons palet. Zie je hier, zo blijft hij op een of andere manier heel raar zitten op die foundation. Hier ben ik niet in één keer weg van, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik ga je nog niet meteen mijn mening over geven, maar in eerste instantie ben ik niet super enthousiast, zoals je merkt. Ga ik nog even met die, voor de vorm, omdat ik het wil proberen, met een klein kwastje in die contour en dan mijn neus wat bruin maken ook. Niet echt contour, ik doe niet echt aan neuscontour, maar gewoon dat ik dit ook wil testen. Dat al zien hoe poederig die is. Die is dan wel weer mooi op zich. Althans, daar is niks mis mee. Echt wel, het is echt wel echt heel poederig, dat wel. Alles ligt hier onder het poeder nu. Ja, die contourkleur is op zich wel oké. Die doet niks raars in eerste instantie. Dan gaan we naar blush. Ik heb hier een W7 Peachy Beachy blush. De kleur vond ik echt heel mooi. Dus die, ik heb hem op basis van de kleur gekocht. Alleen hij zit in zo'n doosje net als een Benefit. En ik vind het altijd echt super irritant, want... Kijk hoe dik dit is. Het past toch niet handig in je opbergsystemen. Er zit een borsteltje bij die niemand ooit meer gaat gebruiken. Ik ga hem gewoon wel met mijn eigen blush brush doen. Maar het lijkt mij een hele mooie kleur. Daar gaan we. Ja, die valt een beetje bruinig uit. Waardoor die heel erg op de bron lijkt. Meh. Hij is niet zo peachy als dat ik dacht. Hij is, hij lijkt, kijk, je ziet nou bijna geen verschil meer tussen de bronzer en de blush. laten we zeggen dat het echt een terracotta kleur is. Ja, dit is niet per se, ik denk dat deze kleur wel mooi is als je geen bronzer op hebt. Maar als je bronzer op hebt, dus dan lijkt het gewoon alsof je twee keer bronzer op je hoofd aan het smeren bent. Dat vind ik jammer. Dit vind ik jammer. Peachy beachy, non de jukes. Ja, ik ga dan nog even verbroeden, want ik kan nu wel de tijd al mijn eindoordeel geven voor het eindoordeel. Maar, dan gaan we verder met het volgende succesnummer hoop ik. Baby Got Glow, de liquid highlighter van Essence. Oeh, daar komt iets. ik hou hier niet van. We gaan het zien. Ik wil hem eigenlijk ook aan de binnenkant van mijn oog doen. We gaan het zien. Eerst even... Hier. En dan zie je er precies helemaal niks van. Hij is heel natuurlijk, bedoel ik.
Ja, hij is wel echt heel natuurlijk. Het is niet dat je er niks van ziet. Maar hij is wel echt heel natuurlijk. Godver. En deze verpakking werkt niet. Want nu ga ik dit aan de andere kant van mijn gezicht smeren. En dat is weer heel veel. Nou, misschien kan ik dan een heel klein beetje aan de binnenkant van mijn oog. Als inner corner highlight doet hij eigenlijk echt heel weinig. Het is echt natuurlijk. Het was in principe niet heel erg. Kijk, ik had er heel veel uit per ongeluk. Even met de blender. Hij is heel natuurlijk. Dit is echt voor dit is echt een highlighter die je naar je werk draagt. Naar school. Als je iets hebt waarvoor je natuurlijke highlighter nodig hebt. Maar hij is niet verkeerd. Hij is gewoon heel natuurlijk, maar hij is niet verkeerd. Ja, dan ga ik mijn wimpers doen met deze Firework mascara van Maybelline. Die staat er nog op wat hij belooft. Een Less Sensational Firework mascara. En hij belooft niks. Het is zo'n soort borsteltje. Oh, te veel zon. Te veel zon. Het is zo'n, ja, siliconen borsteltje gewoon. Een gewoon siliconen borsteltje. Ziet er goed uit, maar niet heel spectaculair. Dus ik ben benieuwd hoeveel het gaat doen. Want als je je mascara Firework noemt, dan verwacht ik eigenlijk best wel veel. Nou ja, heel eerlijk, ben ik tot nu toe niet teleurgesteld. Ja, gewoon mooi. Om te zeggen Firework, oeh. Nee, maar gewoon mooi. Het is echt gewoon een goede, mooie mascara. Ik vind hem vrij naturel, maar hij is mooi. Die Sky High, die maakt je wimpers echt langer bijvoorbeeld. Dat doet deze niet, maar hij heeft wel mooi volume. Dus je kan ze natuurlijk ook combineren. En dan heb je het volume van deze en de lengte van de Sky High. Cause baby, you're a firework. Come on, show me what you want. Ja, gewoon een goede mascara. Is het sensationeel? Nee. Is het goed? Ja. Hij heeft vrij veel volume. Niet zo heel veel lengte. Maar het is gewoon wel een echt een mooie, goede mascara. Dit is echt een mascara die ik elke dag zou kunnen gebruiken. Dus die gaat ook in mijn everyday stash. Heb ik mijn haar weer los? Want we hebben nog één ding. En dat is deze nieuwe Caring heet die volgens mij. Lipstick van de Catrice. En die mooie verpakking die ik in Duitsland had gekocht. In de kleur Rosewood volgens mij. Real Rosewood. Echt, die verpakking vind ik echt gaaf. Volgens mij is het een satin finish, dus het is geen matte lipstift, maar echt een met een glansje, dus die blijft ook niet, die zal ook niet kissproof zijn. Het ziet er wel mooi uit, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het perfect is voor bij de oogschaduw. En bij de blush die op een mond lijkt. Oh, hij is oranjer dan ik dacht. Hij is... hij is heel mooi, maar hij is wel aan de warme kant. Is dat erg? Nee, maar dan weet je dat. Ik had het namelijk zelf niet verwacht. Als ik hem zo zag. Maar goed. Mooie kleur, hele mooie kleur. Echt een goeie voor de lente en de zomer. Past wel echt goed bij zijn verpakking ook. Is die kissproof? Nee, want hij is glimmend zoals je ziet. Dus die gaat niet kissproof zijn. Die moet je gewoon heel vaak opnieuw opsmeren. Nou, dit is dan de look. Ik vind het een mooie look met over het algemeen best wel goede producten. Maar we gaan ze nog even een keertje langs. Allereerst had ik de Matte Fit Me Foundation. Die vind ik heel erg mooi. Hij is inderdaad heel natuurlijk matteerd. Het is foundation omdat hij echt heel cakey lijkt. Ik wil wel zeggen dat hij hier al een beetje bij mijn neus begint te raar te doen. Dan heb ik hem pas een half uur op. Dus ik ga deze wel even nog dragen om zeker te weten dat ik het ook echt een goede vind. Ik kom daar in de YouTube Shorts nog wel een keertje op terug. Maar over het algemeen ziet hij er heel goed uit. Wat ik al zei, hier gaat hij een beetje raar doen. Dus ik wil graag weten of hij goed blijft zitten. Dan hadden we de Superstay Concealer. Ja, ik vind het jammer, want hij begint nu dus al te kriezen onder mijn ogen. Hij gaat in mijn fijne lijntje zitten. En ik weet nou niet zeker of het aan de concealer ligt, of aan de poeder, of aan allebei. Maar dat vind ik gewoon jammer, want ik had hem eigenlijk juist... voor die fijne lijntjes gekocht. Nou ja, ga ik nog een keer gebruiken. Tot nu toe ben ik daar niet heel onverdeeld positief over, want ja. Dan hadden we het oogschaduwpalet van W7, de Socialite palet. Voor het geld is het een goed palet. De creamy kleuren in het palet, die doen het
Echt heel goed. Het zijn echt hele fijne kleuren. Die zijn echt boterzacht, die glitters dan, hè. Maar deze twee kleuren zijn bijvoorbeeld echt glitters. Daar kun je eigenlijk echt niet zo heel veel mee, in mijn opinie. Met die crème kleur kun je niks en de matte kleuren lijken heel erg op elkaar. Dus is het per se een aanrader waar je in zonder kan? Nee, het is wel een leuk palet. Je krijgt denk ik qua voor je geld, want hij is minder dan 10 euro. En daar heb je gewoon wel een leuk, vrolijk zomers palet voor. Maar het is geen superster. In die zin zitten er gewoon een aantal kleuren in waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kan, in mijn opinie. En de matte kleuren lijken al erg op elkaar, dus dat maakt hem redelijk beperkt. Maar voor het geld is het een prima palet. Om zo een middagje mee te spelen is het een prima palet. Dan het Sculpt & Glow paletje. Zoals je merkt had ik een beetje moeite met de bronzer aan één kant. De contourkleur deed wel heel goed op mijn neus. Maar ik weet het niet. Het is echt een heel poederig paletje. Dus hij werkt ook wel een beetje goedkoop. Ik zou deze niet per se aanraden. Ik zou gewoon één goede bronzer in jouw kleur kopen voor dat geld. Hij was 8 euro volgens mij. Dan zou ik gewoon voor dat geld een goede bronzer in je eigen kleur kopen. En niet zo'n heel paletje. Want ja, zo goed was die niet. Dan de Peachy Beach Blush. Ja, die ga ik nog een keer losdragen. Want nu lijkt hij gewoon heel erg op de bronzer. Hij is dus heel zomers. Echt een zomerse kleur. Maar ja, in dit geval doet hij eigenlijk niet zoveel. Omdat hij gewoon letterlijk op de bronzer lijkt. Jammer. En ik vind de verpakking eigenlijk ook... Als ik hem zou houden, zou ik hem uit de verpakking halen. Want ja, dit is zo'n verpakking die past niet eens in je opbergdingen en zo. Dus in die zin... Nee, zou ik hem kopen? Nee. Dan hadden we de Essence Baby Got Glow Liquid Highlighter. Die is niet slecht, maar hij is wel heel natuurlijk. Dus als je echt een liquid highlighter wilt omdat je iets speciaals gaat doen, dan moet je deze niet nemen. Wil je een liquid highlighter omdat je hem bijvoorbeeld naar je werk of naar school op wil, dan is dit wel een goede. Want hij is gewoon heel natuurlijk. Niks mis mee, maar heel natuurlijk. De Maybelline Firework Mascara zou ik wel aanraden. Geeft niet zoveel lengte, maar geeft wel mooi volume. Je zou hem dus eventueel kunnen combineren met die Sky High, hè, als je meer lengte zou willen. Maar ik vind het echt een hele goede everyday mascara. En ik denk dat ik deze ook gewoon in mijn everyday bakje ga doen. Want ja, het is eigenlijk wel een goed product. En dan deze mooie Catrice Real Rosewood Lipstift. Mooie kleur. Satin finish, hè, zoals je ziet. Hij droogt niet helemaal mat op. Dus die blijft ook niet zitten als je drinkt of als je ergens aan zit. Maakt niet uit, want het is een mooie kleur. En dat was maar 5 euro. Dit vind ik gewoon een goede lipstift voor het geld. Prijs-kwaliteit verhouding is dit top. En de kleur is echt zomer. Nou jongens, dat was hem dan alweer. Ja, zoals ik al zei, een aantal producten, daar twijfel ik nog een beetje over. Hè. Zoals die foundation, of die goed blijft zitten. Maar dat ga ik jullie laten weten op de YouTube Shorts en op mijn TikTok. Dus als je dat leuk vindt, volg het dan een beetje. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond mij weer aan te zien kloten met nieuwe producten. Als je het leuk vond, like deze video dan, want daar help je me echt enorm mee. En je helpt me ook enorm als je je abonneert op mijn kanaal, want ik heb al bijna 50 abonnees. Ik ben heel trots. Vind ik echt heel leuk, want dat betekent dat er nou ondertussen ook al een hoop mensen kijken die niet vrienden en familie zijn. Ja, dat vind ik gewoon leuk dat ik dat voor meer mensen mag maken, want ik vind het gewoon leuk om te zwetsen over make-up en over beautyproducten. Dus als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het heel leuk vinden als je dat wilt doen. En anders zie ik je graag een volgende keer weer. Doei doei!